Hoi, leuk dat jullie weer kijken naar de tweede video in de reeks van educatie bij de Nederlandse Reisopera. Ik ben onderweg naar Tessa Kortenbach. Zij is een van de workshopleiders van de Toverfluit. En ik ga haar vragen hoe het eigenlijk in zijn werk gaat op zo'n dag. Kijk vooral mee. Hallo. Hallo. Kom binnen. Tessa, leuk dat ik langs mag komen. Dankjewel. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat in zijn werk gaat op zo'n dag. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, wat we doen is, wij komen een hele dag op school. Samen met twee collega's, mijn zangcollega, zangdocent en technicus. En wij bouwen de hele school om tot theater. Elke groep zal een stukje van de opera leren. Dus de ene groep zal een dansje leren en de andere groep leert een liedje. En aan het einde van de dag wordt dit allemaal achter elkaar geplakt. Eén grote opera. Dat voeren we op voor de ouders en opa's en oma's. En waarom vind je het zo leuk om dat met de Nederlandse Reisopera te doen? De Nederlandse Reisopera en opera op zich heeft alle facetten van theater. Het zingen, het dansen, maar ook het theater spelen. Maar ook een boodschap brengen is natuurlijk iets wat opera altijd doet. Nou, het is inmiddels een dag later en ik ben in Hilversum op de Montessori School Zuid. En vandaag zijn ze druk aan het repeteren voor dus de educatieprojecten. En ik neem jullie mee voor een kijkje achter de schermen. Nou, overal in het gebouw wordt druk gerepeteerd. Er is natuurlijk niet alleen dans, want het is wel opera waar we het over hebben. Dus ik ga even kijken bij zangdocent Mark Staudam. Hij is bezig met groep 2 op dit moment om een liedje in te studeren. Op een school in Hilversum. En ik vraag me wel af, want het is natuurlijk voor de hele school. Hoe doe je dat in godsnaam in één dag? Juist omdat het in één dag is, zijn de kinderen een beetje gespannen. En daar kunnen wij mee werken. Het enthousiasme is groot, er is geen angst, omdat het allemaal snel gaat. Dus zo kan het in één dag. Dat was alweer een deel van de repetitiedag. Het resultaat van de voorstelling had ik nog even als verrassing voor jullie. Ik ga namelijk volgende week eerst langs Jan Garretsen en dat is de componist van de muziek. Dus dan gaat hij me vertellen hoe dat allemaal tot stand komt en hoe die te werk gaat, et cetera. Dus ik zie jullie graag volgende week weer. Doei doei!